minister-president Balkenende en de burgemeester van Rotterdam, in ieder geval Opstelten. En wat zien wij hier op de baan? Christian Albers in de Spijker Formule 1. Ja, wordt het over het lawaai hier. Waanzinnig, hè? En meteen weer vol op pad. Christian Albers, jij hebt natuurlijk net de baan al gekeken. Ik zie zijn engineer al heel serieus kijken. Maar Christian Albers, die gisteren al tijdens de storm van Rotterdam liet doorschemeren, dat hij absoluut de auto helemaal de volle pit zou geven. Heel gas. Bij Spijker hebben ze altijd de term full throttle. En ik zei al van ja, dat zou jouw rechtervoet wel zijn. Hij zei inderdaad. En dat doet hij dan ook. Ongelooflijk hoe snel die over hier is. De Ferrari V8 in de achterronde van Christian Albers, die echt helemaal de sporen krijgt. En een volle ronde, zeg maar. Als eerste hier. Oeh, en dat is heel krap. Even een kleine crispel richting de vangrail. Maar weet hem daar uit te houden. Komt richting het Hofplein. En daar vliegen de vlaggen van de sponsors wat van de vangrail af. Zo dicht en zo hard kwam hij er langs. Vol door, zegt het. Blijkt gewoon wel een race rondje wat hij hier eventjes neerplakt. Prachtig om te zien. Daar het Hofplein. Volle ronde. Gaat hij even opschakelen en dan voor weer terugkeren. En dan komt hij alweer deze kant op. Jongen, wat een ongelooflijk veel gas geeft Christian Albers. Super werkelijk tussen de mensen door hier. En is echt wat dat betreft het Monaco-sfeertje wordt hier op en top neergegooid. Christian die echt tempo er vol op geeft, een klein beetje drift heeft. En hier alweer over de blaak aankomt. Daar is hij alweer. Gaat hij nu later remmen dan net. Even kijken. Waanzinnig zeg, bij 70 meter pas in de ankers. Op de blaak een onbekend stukje asfalt voor de Formule 1-auto. Maar waanzinnig laat in de remmen. Christian Albers die, ik denk haast heeft om weer terug te komen, Arthur. Want om nog twee bochten. En hij draait dan weer de brug op en is hij alweer bij jou. Ja, Christian Albers heeft natuurlijk ook die mooie dames hier gezien. En dat zal ongetwijfeld de reden zijn waarom hij weer snel terug gaat richting de paddock. Maar met een beetje geluk gooit hij dadelijk die auto hier in een 180 graden draai. En zien we hem dadelijk zo weer de Willemsbrug op gaan. Hij komt hier binnen. Waarschijnlijk hoort u het ook. Orpen Dobbers op te zien. Zo'n draai in de paddock. Mooi gezicht. Ik hoop dat u het op de tv ook kunt zien.